Wat heeft leergebied, gezond, bokstel en motorrace met elkaar gemeen? Je hoort het zo bij mij. Welkom bij Dommeland Live. Hier aan tafel heb ik Danielle Ritveld, Carla Renders en Cas Beekmans aan tafel. Ik zei net al, het heeft iets met elkaar gemeen. Dan denken jullie, oh ja, wat dan? Ik had bedacht dat het zware, pittige trajecten zijn, maar leuk en leerzaam. Heb ik het dan een beetje goed kort samengevat? Ja, dat geldt voor ons ook. Ja? Want Cas, jij doet aan motorrace. Ja, correct, ja. Want je verbeterde me straks, het is race en geen cross. Wat is het verschil? Ja, hier in Boksel hebben we best wel wat crossers. En dan heb je het vaak over jongens die echt in het zand op een motor rijden. En dan over bulten. Over bulten en in het grove zand en modder en al dat soort gebeuren. Ja. Ik daarentegen doe op het asfalt racen. En dan eigenlijk al vanaf jongs af aan zijnde ben ik daarmee bezig. Maar het is echt op het asfalt. En jongs af aan? Ik kreeg mijn eerste motortje toen ik 4 jaar oud was. Dus, 4 jaar oud, maar dat is er dan zo eentje die dan zo heel langzaam gaat en dat ze je moeten duwen? Het is wel zeg maar gewoon op brandstof. Dus okay. Het kan zo snel gaan als je wil, maar het liefst toen al zo snel mogelijk natuurlijk. Ja, jij was een racemonster? Een beetje ingeworpen vanaf familie zijnde. Dus, Want jouw ouders of een oom of zo? Nou, eigenlijk de passie voor motorsport is eigenlijk in heel onze familie wel een dingetje. Ooms, mijn vader, vrienden, iedereen. Maar dan ging gewoon mee op de weg? Ja, iedereen ging mee naar de TT, naar de wedstrijden kijken. En ze dreven zelf op de weg motorracen. En mijn vader is later dan ook nog op het circuit wat gaan rijden voor de fun. Maar zodoende altijd. Ik vond die motoren mooi dat hun er gingen rijden, maar zelf daardoor ook de passie gekregen, zeg maar. Leuk. Mm-hmm. En toen was het nog een kleine motor? Ja, toen was het een heel klein motortje en dat is zo eigenlijk vanuit hobby uit zijn er steeds groter geworden. En nu is het een goede 600 cc met redelijk wat pk's onder de... En redelijk wat pk's? Wat moeten we daarbij voorstellen? Je zit rond tussen de 140 en de 150 pk ongeveer. Je dat probeert er het meeste uit te krijgen, maar rond die koers. Oké. En Carla, jij zit hier aan tafel met Danielle. Ja. Voor leergebied een gezond bokstel. Nou denken we allemaal, waar is dat? Waar is dat? Ja, daar kampen wij ook nog een beetje mee, dat het nog vrij onbekend is. Vandaar dat jullie ook aan tafel zitten. Vandaar dat wij aan tafel zitten. Wij brengen mensen, inwoners met een leefstijlvraag samen. Zodat, omdat het samen makkelijker is en leuker is om een gezonde leefstijl vol te houden. Oké, en met een leefstijlvraag? Dat kan zijn dat je obesitas hebt of diabetes type 2 of mentale kwetsbaarheid hebt. Dus zijn bepaalde groepen die ergens mee worstelen qua gezondheid of qua leefstijl. En die mensen proberen wij in een groep samen te brengen. En workshoptrajecten te organiseren, dus bijeenkomsten te organiseren voor de mensen. Okay. Zodat het een hechte groep wordt en ze elkaar kunnen gaan steunen. Ook zelf bedenken welke activiteiten zouden ons kunnen helpen om die gezonde leefstijl wel vol te houden. Omdat het mijzelf niet lukt. Dus dat je het met meer mensen doet en daardoor een steuntje in de rug hebt? Ja, zeker. Ja. En we gebruiken ook de kwaliteiten van de mensen. Het is een hele diverse groep. Want er is nu één groep? Er is één groep geweest op het gebied van gezondheid en positieve gezondheid. En geweest in de zin van? Dit voorjaar hebben we een groep afgerond. Daar zijn jullie mee begonnen? Daar is Danielle een deelnemster van. Oké. En nou zijn jullie nog bij elkaar? Of, We hebben een WhatsApp-groepje waar we heel veel mee samen doen. Sowieso van, hey, wat gaan we deze week doen? Sporten we. Echt gewoon met WhatsApp. Cameraatje erbij en dan gaan we gewoon sporten. We zijn begonnen met 10 minuten en we zitten nu op 3 kwartier. Oké, netjes. Dus en dat is dan een stok achter de deur? Ja. Is dat dan het stukje? Het stukje stok achter de deur, maar ook gewoon van nog net niet naar buiten willen gaan. Zo van even naar de sportschool of gewoon geen tijd hebben. Mm-hmm. En ze hebben gewoon een drukke agenda, maar dat je wel zegt van hey, vanavond gaan we om 7 uur. En we beginnen direct. Je hoeft niet nog de oppas te regelen, je hoeft nog niet weg te gaan. Je hoeft niet te denken ik pas in mijn pakje niet of ik wil niet naar die sportschool of waar ligt de sportschool. Ja. We gaan het gewoon nu doen en iedereen doet het op zijn niveau. Ik heb een sportachtergrond, dus dat kon ik meenemen. Okay. De ander heeft weer een ander soort achtergrond en dat pakken we mee op.
Ja. En hoe is dat dan ontstaan? Want hoe wist jij van leergebied? Ik per toeval. Mijn partner heeft met het vorige project meegedaan, duurzaam wonen. Ja. En die zei van, hey, er komt een nieuw project, vind je dat niet goed? Overgewicht. Ja. En ik ben gewoon gaan kijken. Ik woonde net in Boksel, dus ik had zoiets leuk, dan leer ik mensen kennen. Mm-hmm. En zo ben ik aangesloten. Nog niet met het idee van, dat gaan we iets doen. Ik ben echt heel blanco ingekomen van, nou, ik zie wel. Ja. Dan leer ik in ieder geval mensen kennen. En zo ben ik erin gerold. En eigenlijk vond ik het wel heel leuk. Want ik heb altijd sportlessen gegeven. Na de corona is dat allemaal gestopt. Mm-hmm. En wat daar stopt, kwam er hier weer bij. Dus het matchte gewoon goed bij elkaar. Oké. Ja. En een hele leuke groep. Ja? Ja, een hele leuke groep. En ook mensen die ik anders nooit had leren kennen. Zo divers, maar ook zo'n andere. Ik werk niet in Boksel. Ik werk buiten Boksel. Dus die was ik nooit tegengekomen. Nee. En het is echt een... Ja, we hebben echt een leuke groep, Jan, zeg ik het zelf. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het ergens ook wel een leuke groep moet zijn, maar je natuurlijk de groep ook zelf maakt ergens. Ja, ja. En de manier waarop we in de bijeenkomsten met elkaar omgaan, mm-hmm. maakt ook dat mensen zich veilig gaan voelen bij elkaar en hun verhaal durven delen. En daardoor krijg je weer nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven, ook over je eigen situatie. Mm-hmm. Dus daarom dat het leergebied heet, dat je echt de inwoners... de mogelijkheid stelt om van elkaar te leren. Ja. En het zijn allemaal inwoners van Boksel. Dus als het traject is afgelopen, de bijeenkomsten zijn afgelopen, dan blijven mensen ook bij elkaar, mm-hmm. zoeken elkaar op en kunnen dan makkelijker activiteiten met elkaar ondernemen. Ja. Omdat ze in de buurt wonen. En zijn er echt hele divers. Hè? We hebben er eentje die zegt van, ik ga deze week ga ik fietsen, wie wil er mee? Ja, ja, ja. Nou, zijn er twee die zeggen ook, fiets wel mee. Ja. Nou, en dan ben je... Het is heel vrijblijvend, maar toch een soort commitment naar elkaar. En ook dat je denkt van, oh, ze zijn allemaal aan het fietsen. Wat ga ik dan doen? Het is echt wel een stok achter de deur. Okay. Ja, ik vond het wel heel fijn. Ja. Ja. Ja, snap ik. En dat ik vooral niet de deur uit hoefde. Ja. Dat is een van de belangrijkste, dat denk vond ik. Het heel... Als je je opgeeft voor zoiets, dat je dan denkt van, ik wil niet naar... Ik wil, en, nog niet. En, ja. Nee. Nog nee. niet. Dat is net precies. een stap te veel. Dat komt en dit nog. Ja. 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 Mooi. Ja. Kas, nou denk ik, oké, het zit in, het bloed, hè, het motorsport. Mm-hmm. Maar ja, je had ook gewoon natuurlijk op dat motortje kunnen rond blijven rijden en vervolgens kunnen gaan voetballen of zo. Mm-hmm. Had zeker gekund. Ik heb ook een tijdje gevoetbald. Okay. Maar ja, het is. Ik heb ook tussendoor een jaar gehad dat ik niet kon racen door financiële kwesties, zeg maar. Yeah. Maar ja, dan kriebelt het toch iets. Het is gewoon een. Ja, ik vernoem het toen straks al even bij hun. Het is een soort virus dat je meekrijgt eigenlijk. Ja, ik vind het gewoon veel te mooi om zo hard mogelijk over een circuit te gaan. En vooral het stukje de beste worden van iedereen. Ja, beter dan de rest. Beter dan de rest. Dat is uiteindelijk inderdaad het doel wat je wil bereiken. En het hele traject is eigenlijk het mooiste wat ik ervan vind. Ja. En dan denk ik van oké. En dat traject is dan dus dat jij... Want je gaat over de weg. Ik heb een filmpje van je gezien. Misschien kunnen we daar ook even naar kijken. Dat je echt gewoon, je moet gaan hangen in de bochten. En is het dan echt finesse krijgen in hoe je moet gaan zitten op je motor om zomaar sneller te zijn? Nou ja, het is sowieso een heel stuk techniek. Nou, kijk, komt een filmpje aan. Het hele oude filmpje. Want dit is op de kleine... Ja, dit is eigenlijk toen ik net begonnen was in mijn eerste jaar dat ik echt op het circuit reed. Ja. Ik was hier rond een 9 jaar oud. Vaders camera erbij, maar ja, hierbij begin je met leren met andere jongens eigenlijk van ongeveer dezelfde leeftijd. En zie, ik had het toen al aan mijn zin. Ja, ja precies. Het was, je leert gewoon ook met een community eigenlijk gewoon die allemaal dezelfde sport leuk vinden, maar met een trainer erbij en het stukje techniek, maar het is daar ook nog heel erg gewoon plezier maken. Ja, precies, zeg maar. Vooral leuk. En uiteindelijk gaat het best wel goed en ga je wat wedstrijdjes rijden. En, gaat steeds beter en de techniek krijg je beter onder de knie en vervolgens ga je eigenlijk heel je levensstijl erop aanpassen om de beste te worden. Maar was je dan ook de enige in de klas en zo die dat deed? Want het is toch wel een aparte sport? Ja, nou ja, sowieso. Je ziet het misschien in het noorden van het land wat meer, aangezien je daar ook echt een circuit hebt, zeg maar, voor dit. Hier in Brabant is het iets nieuwer. Op mijn school had ik niet echt jongens die aan het racen deden, wel deed je aan het crossen. Okay. Maar het is niet een hele bekende sport, ook niet in ons land. Dus ja,
Nee. Ik was wel een van de enigste die dat deden hier in de buurt, zeg maar. En ik denk dat je er best veel voor moet laten. Of is er wel nog leven naast motor? Eigenlijk wil je heel je levensstijl erop aanpassen. Voor mij gaat dat budgetair gewoon niet worden. Ik moet zelf mijn eigen inkomsten ook een beetje erin stoppen. Dus ik werk er langs nog. Yeah. Maar veel vrije tijd heb je er niet langs, zeg maar. Je bent wel dagelijks aan het sporten om fysiek fit te blijven. En natuurlijk, zo'n weekend duurt lang. Waar staan we hier, Kras? Dit is vorig jaar. In Oostenrijk was dit. Was het eerste jaar op die motoren. Zoals je ziet, er zijn hier heel wat mensen om je heen. Eigenlijk een pitstop bij de Formule 1. Ja, dit is eigenlijk voor de start van de wedstrijd. Dus voorbereiding, focus erbij. En je koopt jezelf soort van in een team. En al die mensen, monteurs, coaches, mensen die op de... Paraplu vasthouder. Ook heel belangrijk, zeker. Het was toevallig hier niet aan het regelen, maar dit weekend was het eigenlijk heel het weekend aan het regenen. Okay. Al die mensen die staan om je heen om voor jou de best mogelijke motor te prepareren. Ja, en focus erbij. En dan moet jij het uiteindelijk doen. Ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer, inderdaad. Zelf het beste eruit proberen te halen. Maar daar heb je natuurlijk al die jaren vooraf je uiterste best voor gedaan en getraind, inderdaad. Dus, Mooi. Is dat nou nog iets, motorracen met de groep van Danielle of zo? Of kei leuk, volgende groep? Maar ik denk, dan ben je nooit bang. Nou, ik ga niet zeggen dat je nooit bang bent, maar het is niet iets waar je mee bezig bent terwijl je aan het rijden bent. Dat is wel een ding. Ik denk ook niet dat dat goed is als je dat wel hebt. Dan kun je het beter, denk ik, iets anders gaan proberen. Maar, misschien moeten we het een keertje doen. Nou goed, als de wensen van de deelnemers daar liggen, dan kan alles. Want de deelnemers verzinnen zelf wat ze willen gaan ondernemen. Ja. Dat kan ook een hondenuitlaatservice zijn of inderdaad gaan motorrijden. Nou, we hebben een safari gehad. Ja, we hebben een safari gedaan. Safari gehad in de Beekse Bergen? Nee, winkelsafari. Oh. Dus echt in de winkel gaan kijken hoe je shop. Kijken naar wat zit erin, hoe is een supermarkt ingedeeld, waar zitten de gezonde dingen, de minder gezonde dingen, waar zit suiker in, maar hoe moet je een label lezen. Vaak is het dat eerst wat op een label staat, daar zit het meeste van in. En als je denkt, er zit geen suiker in, maar er zitten andere suikersoorten in, dat je daar gewoon naar kijkt, was dat heel leuk. Oké, okay. Grappig. Ja. Oh, dat is wel inderdaad heel interessant natuurlijk, want dan weet je vervolgens, leer je samen wat... gezond eten is, want dat is denk ik voornamelijk, want is deze groep voornamelijk gericht op obesitas? Of, Was en twee diabetes. Ja, en twee diabetes. Dus obesitas en diabetes type 2, dat hangt ook vaak wel met elkaar samen. Ja. Nou had ik natuurlijk ook wat voorwerk gedaan, dus ik had ook op jullie site gekeken en zag inderdaad dat obesitas en diabetes type 2. En toen dacht ik, en waarom niet een fase eerder? Waarom niet bij overgewicht en hoge suikers. Waarom is de keuze gemaakt van vanaf dat moment mag je komen leren? Dat is een goede vraag. Want we willen uiteindelijk naar meer preventie toe. Dus ook naar jongeren en misschien inderdaad ook al een fase eerder. Mm-hmm. Maar een van de redenen waarom dat ik met deze doelgroep ben gestart... is omdat er ook een leefstijl aanpak is en dat heet gecombineerde leefstijlinterventie. Mm-hmm. Daar zijn er in Boksel 3 van. En dat zijn medische trajecten voor mensen met overgewicht of diabetes type 2. En daar wordt heel veel informatie verstrekt. En vervolgens na 6 maanden moeten mensen het zelf gaan doen. De eigen regie nemen. En dan zie je dat heel veel mensen daar uitvallen. Want ze worden eigenlijk gewoon daarna losgelaten? Worden ze eigenlijk losgelaten. Je hebt dan nog wel terugkom bij inkomsten. En dat was voor mij de aanleiding om te zeggen van... wat nu als deze mensen die dat eerste intensieve traject hebben gehad bij de GLI... samen kunnen werken aan het volhouden juist. Ja. En al die kennis en ervaring in de praktijk te brengen. Ja. Want het blijkt gewoon heel erg lastig. Het is voor iedereen lastig om een gezonde leefstijl in je eentje vol te houden. Zeker. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen. Ja. Dat is en ik denk eigenlijk... dat dat heel veel scheelt. Ja, absoluut. Ja.
Want jij dacht gewoon, dit is inderdaad voortgekomen uit dat je dacht van, goh, je zag mensen stranden. En toen dacht je, dit moet anders kunnen. Ja, ik heb hiervoor, dat heeft Danielle ook al even verteld, op andere thema's leergebieden georganiseerd, zoals huiseigenaren die hun huis moeten verduurzamen en daar ergens in stranden, dat niet alleen kunnen. Dus zijn verschillende thema's geweest. Wat de algemene deler is, is dat ik mensen samenbreng die worstelen met een vraag. En dat er meer mensen in Bokstel zijn die met diezelfde vraag worstelen. Die breng ik samen om te kijken naar gezamenlijke oplossingen. En het traject leent zich dus daarvoor om deze alleenstaande mensen tot een groep te maken. En ook de creativiteit die, in mijn overtuiging, ieder mens is creatief. We leren het alleen af als we ouder worden. Om die aan te boren in de zoektocht naar oplossingen. Voor jezelf, maar ook om elkaar daarin te helpen. Het is tweeërlei. En iedereen heeft zo zijn eigen kracht. En als iedereen in zijn kracht blijft staan en je doet dat samen, wordt het natuurlijk een heel krachtig iets. Klopt. Want wat zijn een beetje de leeftijden van de groep nu? Ik denk dat de oudste 77 is en de jongste 50 op dit moment. Dus het is echt, en mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen door elkaar. En in het vorige traject hadden we ook iemand van 82 zelfs die meedeed. En nou start er ook weer een nieuwe groep? Ja, 31 augustus starten we een nieuwe groep. Ook dit keer weer voor mensen met obesitas en diabetes type 2. En daar zijn nog plaatsen voor deelnemers om mee te doen. En misschien mensen die overgewicht hebben, die zeggen, ik wil nu instappen. Ik denk dat in het traject, dat het niet verkeerd is als die zeggen, ik wil ook mee instappen. Want dat kan in dit traject wel echt wel mooi. Je hoeft niet echt eerst obesitas te worden. Dat klopt. Maar we willen niet, kijk, om de veiligheid in de groep en de herkenning in elkaars situatie te hebben, richten we ons op dit moment, misschien in de toekomst nog niet, op iemand die maatje 38 heeft en graag 36 wil hebben. Nee, dat is logisch. En de eerste groep, wordt u ook nog een beetje betrokken bij de volgende groep? Meer in het kader van, om nou weer helemaal het wiel uit te vinden. Precies. Wordt dat ook nog een beetje? Ja, dat proberen we wel. En het feit dat Danielle hier zit, zij zijn de beste ambassadeurs voor het initiatief. En het is ook leuk dat iedereen bereid is om een enthousiasme te delen over het traject. Ja, zeker. Dus dat is heel leuk. En we willen eigenlijk in de toekomst ook toe naar voor elkaar en door elkaar. Dus dat mensen die deel hebben genomen ook misschien groepen kunnen gaan begeleiden. En ze dan op te leiden in een ervaringsdeskundigheid. Dus dat het echt een beweging wordt voor positieve gezondheid in Bokstel. Ja, zeker weten. Ja, duidelijk. Cas, studeer je? Ik ben momenteel, ga ik nog wel naar school, ja. Ja? En is dat dan ook een opleiding in de motorrace die kant of echt totaal iets anders? Het is op dit moment niet een opleiding specifiek gebaseerd op motorrace, maar het is wel in de richting, ik doe autotechniek. Dus je bent wel met de techniek zeg maar, bezig. Dus dan kun je straks ook je eigen motor maken? Ja, dat kan allemaal profijt hebben, denk ik dan. Zeker. Een stukje kennis die je ook weer kunt gebruiken eventueel. Sponsor? Misschien wel? Zo'n bepaalde onderdelen misschien, ja, het zou kunnen. Het verschilt wel natuurlijk een stukje, de motortechniek en de autotechniek, maar het is... Is daar dan ook een splitsing in? Want je doet nu autotechniek. Kun je dan ook nog uiteindelijk specifiek de motorsport... Zeker, zeker. Ik ben dat denk ik in de toekomst ook wel van plan. Maar momenteel doe ik nog heel veel kennis op, ook bij het leerbedrijf waar ik nou werk. Dus, ik ga één dag naar school en vier dagen ben ik echt in de praktijk bezig aan het sleutelen aan auto's. En je kunt ik denk overal in specialiseren uiteindelijk wat je zelf wil. Dus, 100%. En dan nadat je hebt gewerkt ga je dan naar huis en ga je dan trainen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, inderdaad, ik ben eigenlijk, zodra ik thuis kom, ik heb wel een volledige dag aan het werk, zeg maar van 8 tot 5. En daarna is het eten natuurlijk, is ook belangrijk, maar vrij snel ben je aan het sporten of bezig met het
sponsoring regelen. Eigenlijk ben je altijd wel naast werk bezig met iets voor de sport. Oké, en dan ga ik sporten. Is dat dan, ik stap in de auto met mijn motor ergens naartoe? Of is dat dan ook bijvoorbeeld gewichtsheffen? Of, nee, ik heb samen met mijn coach en een personal trainer heb ik een heel schema opgestart. Dus ik ga 3 keer in de week doe ik hardlopen. Mm-hmm. En ik ga 3 keer in de week ga ik naar de sportschool toe om mijn kracht op te wekken, zeg maar. Ja, want het is natuurlijk wel een beest wat je zeker vast moet houden en moet... Zeker. Hoe zwaarder de motor wordt, hoe intensiever. Want hoe zwaar is de motor? Dat is een hele goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen, uit mijn hoofd durf ik dat niet zo te zeggen. Maar ik denk dat dat... Het is natuurlijk bewegend gewicht dat je hebt, maar dat zit wel over de 100 kilo heen. Dus dat is... Dit is een foto van jou, nummertje 68. Heeft 68 nog iets bijzonders? Ja, nou ja, ik denk dat elke racer of elke autosport of motorsport iets wel met een nummer heeft. Eigenlijk is mijn nummer altijd 8 geweest. Dat is meer een betekenis van iemand die ik heb verloren, die altijd nummer 8 reed. Oh, ja. Samen... En een maatje van mij die doet op redelijk hoog niveau karten. Dus die had dat nummer 66. Ja. En zodoende heb ik het eigenlijk gecombineerd. Ook omdat we beide zeg maar, van de sport houden. Dus mooi. Toen ben ik met dit nummer gaan rijden. Heel mooi. Ja, ja. Mooie reden om dan met een nummer rijden dan te grond, hè? Ja, zeker. Ik had ik had natuurlijk eventjes een beetje gezocht naar jou. Toen kwam ik een artikel tegen bij een ander omroep van 10 jaar geleden. En toen sprak je uit, ik droom van MotoGP. Precies. Komt dat in zicht? Ik kom steeds dichterbij, zeker. En het zou mooi zijn, ik heb nog steeds dezelfde droom. Dus het zou mooi zijn als het werkelijkheid wordt, zeker. En het traject daarnaartoe, ben je dan nog jaren bezig of kan dat volgend jaar al? Of? Nou, je hebt een beetje 2 wegen, of ja, meerdere wegen uiteindelijk, maar je hebt eigenlijk een beetje de 2 vaste wegen om er te komen. Eén traject ben ik vanaf jongs af aan begonnen. Budgetair was dat gewoon niet reëel voor mij. Nou zit ik in een traject dat iets meer richting de straatmotoren gaat, wel omgebouwd, maar dat is iets financiëler meer te doen. Daar rijd ik nu op. Want het kost gewoon heel veel geld. Ja, helaas is het geen goedkope sport. En daarom heb je ook dus de sponsoren nodig waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar dit traject is zeg maar iets meer te doen voor jongens die het zakcentje niet zeg maar mee hebben. En in principe zit ik daar niet heel ver vanaf. Ik rijd nu Europees niveau en... Het zou zomaar kunnen als ik goed presteer dat ik mensen om me heen krijg dat ik volgend jaar naar het wereldniveau kan gaan. Mm-hmm. Nog steeds zit je dan wel iets van de MotoGP af het allerhoogste niveau. Yeah. Maar dan komt het wel aardig in de buurt, zeg maar. Okay. Maar hoe vind je nou sponsoren? Want het is niet zo'n bekend. Kijk, bij de voetbal kent iedereen. Iedereen wil gezien worden op de achtergrond. Mm-hmm. Ja. Maar hoe vind jij dan hier? Nou, het is heel erg belangrijk dat je... natuurlijk waarde brengt naar de bedrijven. Dus meestal is het toch wel iets wat in de motorsport of in de techniekwereld een gedeelte is. Dus je bent heel erg doelgericht aan het zoeken naar bedrijven. Maar uiteindelijk wil je die bedrijven zeg maar juist bereiken wat jij hebt op je social media's en dit soort dingen. En dat wil je kunnen brengen naar de bedrijven. Je maakt eigenlijk reclame of je hebt een sticker op je motor zitten. Ja, het is een bepaald budget en het is voor elk bedrijf anders. Maar een bepaald budget kun je bepaalde reclame maken en zodoende. Ja, ja. Want even in ons, ik kan me er geen voorstelling bij maken. Hoeveel kost nou een motor bijvoorbeeld? Ja, nou ja, wat ik zojuist ook zei is, je koopt je echt in een team. Dus dat verschilt heel erg. Gelukkig zit ik in een heel mooi team wat goede mensen om zich heen heb en wat niet het uiterste hoeft te kosten. Ja. Maar je gaat al snel richting een 500.000 wat je elk jaar kwijt bent om überhaupt te kunnen rijden. Zeg. Ja. Dus dat gaat om veel geld. Ja, ja. Gaat het ook wel eens mis? Helaas wel, ja. Ja? Het hoort erbij. Natuurlijk, om de beste te worden moet je soms over de top gaan. Volgens mij hebben we nou een filmpje waarbij het misgaat. Ja, nou ja. Van 2-3 jaar geleden
een hele mooie wedstrijd met een hele mooie grote groep bij elkaar. Helaas kwam het iets te dicht bij elkaar. En, wie ben jij? Was jij de binnenste of de buitenste? Ja, ik werd in dit geval een soort van beetje gesandwiched. Het was de laatste ronde, de laatste bocht. Dus iedereen wil hun beste positie. Dit was ook eigenlijk om de leiding van de wedstrijd. Dus je zit met 10, 12 man zit je bij elkaar. Yeah. En ja, helaas is de baan maar tussen de 10 en de... soms 12 meter breed. Dus ja, dat werd gewoon iets te krap. En je werd nou onderuit getikt dan? Of? Ja, nou, er zat iemand aan mijn binnenkant en iemand aan mijn buitenkant. Iemand aan de binnenkant die kwam een beetje op een, naar mijn mening, felle manier naar mij toe. Ik wijkte iets uit en daar zat de andere jongen. En zodoende kom je met elkaar in aanraking en is het helaas einde wedstrijd. En heeft het ook gevolgen voor de ander dan, die inderdaad te dichtbij komt? Nou ja, het is een risico, het is een risicosport, dus helaas, het hoort er soms een beetje bij. Ja, dit was lastig te voorkomen, maar ja, je hebt ook wel penalties en zeker zitten de regels aan. Okay. Je kunt niet zomaar iemand van de baan afdrukken. Nee, daar is het veel te hoog risico voor zo'n sport. Ook al iets gebroken? Of, ja, helaas. Ja. Ook dat is wel voorgekomen. Sleutelbeentje gaat snel en één keer een enkel die gebroken was. Nou, en dan lig je er natuurlijk ook een poos uit. Ja, dan is het heel erg belangrijk om je rust te bewaren, maar toch wel op bepaalde manieren toch te blijven sporten. Ja, want anders dan is het natuurlijk dat zoiets weer heel erg hard achteruit gaat. Mm-hmm. Ja, je probeert er revalidaties te doen. Komt je moeder ook kijken? En die denkt, oh mijn jongen, Die kijkt zo. Ja. Nou ja, vooral ook oma's en zo. Ja, ze zijn wel allemaal heel enthousiast, maar het is wel... Ach jongen, het is ook spannend. Ja, spannend natuurlijk. Ik ben Wie is je grootste fan? Oeh, is een lastige. Ja, ik kan geen groot naam noemen, maar... maar binnen het gezin? Ja, ik doe met mijn vader, heb ik alles gedaan. Dus ik wil niet zeggen de grootste fan. Dan is je moeder heel trots. moeder is heel trots, 100% zeker. Ja. Alleen, ik heb met mijn vader eigenlijk helemaal de pad beklommen. Dus het is wel een stukje dat we ook samen hebben gedaan. Leuk. Maar, ja, zeker. 100%. Carla, jullie hebben een lijflied. Ja, Multicolor. En hoe kom je eraan? Ik vond dat zo'n mooie tekst die weerspiegelt de verscheidenheid van mensen en wat je dan samen, doordat je met elkaar verbindt, de kracht die daar uitstraalt. Dus ik heb contact opgenomen met Sonjeu of we het nummer mochten gebruiken. Er ging wel wat tijd overheen voordat ik reactie kreeg, maar dus voor eigen bijeenkomsten mogen we het nummer gewoon inzetten, rechtenvrij. Okay. Ja. Dus als ze binnenkomen dan... Ja, dat was bij elke bijeenkomst stond dat nummer op. En dan gaan we ook bewegen, want tijdens de bijeenkomst deden we ook natuurlijk oefeningen en wat bewegen en even lekker bezig zijn. Mooi nummer. Ja. Want Daniel, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Je komt daar binnen gewandeld, bent allemaal met vreemde mensen, denkt alleen maar... Ja, dat was ook de eerste dag. Ja. En dan gingen we kennis maken en had totaal niets met afvallen te maken. We moesten een tas gaan ontwerpen. Als ik ontwerper wilde worden, had ik dat wel gedaan. Maar dat was gewoon om gewoon van ook te leren luisteren, zonder een oordeel te hebben en gelijk al iemand ergens in te douwen. Ja. Dus dat was wel heel leuk, dat was je met iets totaal anders bezig, maar gewoon van wat zegt iemand, wat hoor ik. Welke wensen, welke behoeften zitten er bij de ander. En hoe geef je het terug, hoe ontvangt iemand het. En pas de tweede bijeenkomst hebben we echt meer begonnen met van, goh, hoe sta je ervoor en wat ga je doen en wat wil je bereiken en wat verwacht je. Ja. Maar de eerste bijeenkomst, totaal niks. Nee. Ja. Ik, als nou iemand denkt, ik wil dit heel graag, wat moeten ze doen? Ze kunnen mij bellen persoonlijk. Telefoonnummer staat op de website. En de website heet? www.leergebied.com. Daar kun je je aanmelden. Er staan ook andere contactgegevens. Als je het liever niet via de website doet, kun je gewoon een belletje plegen of een mail sturen. En dan neem ik contact. Ik neem met iedereen contact op. Om even door te spreken wat je motivatie is. Wat je er misschien eng aan vindt. Want iedereen komt daar toch alleen en moet even een drempel over. Ja, mooi. Om zich aan te sluiten bij een groep waar je niemand kent. Ja,
Ja. En Cas, heb jij nog een site? Ja, zeker. CasBeekmansRacing.com. En voor de rest kun je me volgen op de socials, wat overal Cas Beekmans is te vinden. Dus als er ook een sponsor is, ga vooral daar naartoe en dan kunnen we ze gegevens vinden. Heel graag. Ja? Zeker. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit superleuke gesprek aan tafel. En ik wil ook graag de kijkers thuis bedanken dat ze deze avond hebben bijgewoond. En tot de volgende keer.